Goedemorgen, hallo. Hallo. Welkom. Waarmee kan ik u helpen? Nou, u kunt mij helpen om iemand te bedanken. Ik wil heel graag mijn vader en moeder, Janus en Hilly van Uxloot, bedanken. Omdat ze heel veel oppassen op onze boas. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Welkom. Dank je. Wat kan ik voor u doen? Nou, ik zou iemand willen bedanken. Mijn buurman Nico Keizer. Hij doet eten koken voor me. Ja. Hij doet klusjes voor me als ik hem nodig heb. Ik ben altijd welkom bij hem. En het is een hele prettige man. Ik denk dat het een hele mooie reden is om iemand te bedanken. Ik heb daarom een mooie kaartjes meegenomen. Oh, leuk. Die mag u hier even zelf schrijven. Ja. Eventueel ook het adres erop, maar dan zorg ik dat die bij Nico terecht gaat komen. Oké, hartstikke leuk. Zo. Kijk eens even. Ja. Heerlijk. Dankjewel. In deze tijd van advent zijn we heel attent en we willen graag mensen bemoedigen. Dus ik wil graag een kaartje schrijven naar de Impact Community. Maar het is altijd bijzonder om te zien, het is vrijwilligerswerk, hoe ze zich met hart en zielen inzetten in deze periode. Een echte plek bieden voor de jongeren. Dat is in deze tijd van de periode die we gehad hebben ook wel echt nodig. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Wat kan ik voor u doen? Ik wil heel graag iemand bedanken. Ja. En dat is een van mijn beste vriendinnen die ook hier in Arkel woont. En dat is Anja. En zij is er eigenlijk altijd voor me. En wat voor momenten is ze er dan bijvoorbeeld voor? Als ik het soms druk heb op mijn werk, dan zeggen ze, nou kom maar gewoon eten. Of we gaan even een wandelingetje doen, dan kunnen we even bijpraten. Nou, ik wil mijn ouders heel erg bedanken dat ze heel erg lief zijn. En mijn broertje ook, dat die echt het allerbeste broertje ter wereld is. Jij bedankt gewoon je broertje? Ja. Maar je hoort ook wel dat broertjes elkaar niet altijd lief vinden. Nou, soms hebben we wel eens ongein, maar meestal zijn we wel aardig tegen elkaar. En ik wil mijn ouders ook erg bedanken dat ze super lief zijn. Ah, goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Ja, ik wil eigenlijk graag mijn vrouw bedanken. Een vrouw? Ja. Waar we ook tegenaan lopen dat we er altijd wel weer uitkomen. En best moeilijke, lastige dingen gehad. En dat het eigenlijk, hoe dan ook, het is altijd bespreekbaar. En we geven elkaar de ruimte in heel veel dingen die we leuk vinden. En de tijd. Ja. Eigenlijk het hele plaatje. Nou, ik wil graag mijn huishoudelijke hulp bedanken, waar ik heel blij mee ben. Want zij doet goed haar best. Ja, ze doet heel goed haar best. En ze komt één keer in de twee weken. Maar het is echt voor mij een grote hulp. Ze helpen goed op weg en daarom ben ik er erg blij mee. Ik vind het een prachtig gebaar en volgens mij een heel mooi iemand om te bedanken. Ja. Zelf even schrijven. Ik weet niet precies het adres. Oh, maar de postbode die vindt elke brievenbus. Echt. Kijk nou. Hallo. Hallo, verder. Hallo. Onze kinderburgemeester. Ja, dat ben ik. Nou, wat leuk dat je ook even langs komt. Ja, ik wil graag iemand bedanken. Archie van Andel. Archie van Andel. Ja. En wie is Archie van Andel? Dat is mijn oppas. Ik vind haar gewoon echt super aardig. Ze helpt me altijd. Pas ze al lang op? Ja, echt al flink wat jaren. Ook al voordat ik er was. En ja, ze past heel lang op al. Die heeft de kleine verder steeds groter zien worden? Ja. Tot kinderburgemeester dan toe? Ja, die helpt me nou ook nog steeds. Kijk eens even. Nou, waarmee kan ik u helpen? Nou, ik wil eigenlijk wel graag de mensen om mij heen bedanken die ervoor hebben gezorgd dat ik dit afgelopen jaar toch goed doorgekomen ben. Plus dat ze mij in de gelegenheid hebben gesteld om bij de GGD te helpen met vaccineren. Daar ben ik ook erg blij mee. Oh, wat bijzonder. Ja. Nou, niet bijzonder, nee. Ja. Ja, ik vind het wel bijzonder. Ik heb nog nooit iemand geprikt. U heeft een ander vak, hè? U heeft een ander vak. Ja, postbode. Zo ja. Een schitterend vak natuurlijk. Maar zijn er ook mensen specifiek misschien? Of waarvan u denkt dat dat sprong er een beetje uit? Of, Nou ja, specifiek. Ik denk dat dat vooral is voor de mensen die heel dicht bij mij staan. Dat is mijn echtgenoot en mijn kinderen. Welke familie is het? De Vries. De Vries. Een sprankelend nieuwjaar. Een sprankelend nieuwjaar. Nou, maar dat wens ik iedereen toe die dit hoort. Dankjewel. Nou, wat gezellig. En dan kan ik hier bij jou dan de haring bestellen, of niet? Geen haring, maar wel heel veel andere mooie dingen natuurlijk. Ja. Ik kan u helpen met een bedankje versturen aan iemand. Ja, dat wil ik wel eigenlijk. Ja, ik weet wel een heleboel mensen eigenlijk. Het zijn dus de mensen die dus leiding geven aan de basisscholen in de omgeving. Als klein muziekondernemertje is het een hele moeilijke tijd geweest. En ik durf gewoon te stellen dat ik gewoon heb kunnen blijven bestaan dankzij die mensen.
Zonder die mensen had dit muziekschooltje niet meer geweest. Echt ontroerend. En ik vind, die mensen moeten echt een hart onder de riem gestoken worden. Niet alleen voor het geweldige taak die ze zelf hebben gedaan. Ja. Ja, niet alleen de zorg, maar ook het onderwijs natuurlijk. Maar ook dat soort dingen, die verantwoordelijkheid durven nemen, ja, is echt duizend bedankjes waard. Ja. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hebben een soort buurtbeheerder, ja. Onbewust. Die helpt aan ieder. En niet voor één buur, maar alle buren om hem heen. En een voorbeeld bijvoorbeeld, als de kliko's er staan en je hebt hem nog niet opgehaald, hij is al weg voordat je het weet. En dat is niet een incident, maar dat is gewoon structureel. In de naam mag je ook wel weten, dat is Gijs van Houwelingen. En die wou ik toch even het zonnetje zetten, zo'n meneer dat hij even een aandacht krijgt van een voorbeeld voor onze saamhorigheid. Bent u zelf ook een beetje attent, mevrouw? Ja hoor. Ja? Volgens mij, ik zal heus wel in gebreken blijven, maar ik hou er wel van om een kaartje te sturen en dergelijke. Of als iemand ook nodig heeft te vragen wat voor het zijn doen. Vaak kleine dingetjes, ja. Een klein gebaar. Zo is het. Ik doe ook voor hem koken. Als ik vrij ben van mijn werk, dan doe ik voor hem koken. Kijk. En als ik moet werken, doe hij koken. Zo helpen jullie elkaar? Zo helpen we elkaar. Ik probeer het wel te zijn, maar net zoals elke mens, ik ga wel eens gruwelijk de fout in doen. Postbode. Excuses geaanvaard. Toch? Nee, de postbode herkent zich daar helemaal in. Aardig zijn, helpen en zo. Dus. Ja, kleine dingen eigenlijk, hè? Ja. Eigenlijk hoeft het helemaal niet zo moeilijk te zijn. Ja, soms vergeet je het wel eens inderdaad om te laten zien hoe dankbaar je voor sommige dingen wel, ja. Toch wel echt bent. Ja. Sommige dingen worden vanzelfsprekend, terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. Wat een mooie voorbeelden worden er verteld aan de postbode. Wat kan je veel voor elkaar betekenen? Juist in deze lastige tijd is omzien naar elkaar zo belangrijk. Dat kunnen grote dingen zijn, maar ook hele kleine dingen. U heeft de voorbeelden gehoord. En waarom niet gewoon een groet? Vriendelijk goedendag zeggen. Of gewoon vragen, hoe gaat het met je? Ik hoop dat we zo samen deze moeilijke tijd toch een mooie tijd maken in de gemeente Molenlanden. Ik wens u allen een heel voorspoedig en goed 2022 toe.